Hier zijn we bij een geopend graf. Het zou in principe klaar kunnen liggen om iemand in te begraven natuurlijk. De diepte is 1,80 meter. Het is wettelijk verplicht om op die manier twee diep te mogen begraven. Jullie zien eigenlijk dat de binnenkant allemaal aluminium schotten zijn. En dat is eigenlijk puur alleen bedoeld om de druk op te vangen. We kunnen natuurlijk niet zomaar 1,80 meter naar beneden gaan begraven. Stel dat er dan veel mensen omheen zouden staan en zou de boel instorten. Dat is gewoon heel gevaarlijk erover. Dat is hetzelfde eigenlijk als de looproosters die er omheen staan. Dat is puur voor de veiligheid daaromheen. Hoe lang doen ze daar nou over op zo'n graf te graven? Ongeveer 50 minuten. Met een machine? Met een machine. Ja, ja. De tijd van met de hand is voorbij. Ja. Dus, We proberen heel erg de dood bespreekbaar te maken. En mensen duidelijk te maken dat we hebben een keer te maken met de dood. En dat hoeft niet zozeer je eigen dood te zijn, maar dat kan ook in je omgeving zijn. En dan is het zo mooi als je weet wat er allemaal bij komt kijken. En wat je eigenlijk allemaal moet regelen. En wat daarachter zit. Ja, want de dood blijft toch altijd een beetje... Ja, mensen hebben het er liever toch niet over. Mensen hebben het er liever niet over. En die stellen je dan een vraag en weten eigenlijk het antwoord wel. En andere mensen die vragen, goh, wat doe je? Nou, ik ben beheerder op een begraafplaats en een crematorium. Oh, gat. En dat is jammer. Die reacties willen we gewoon niet meer. Het is eigenlijk altijd de reactie inderdaad. Het is altijd de reactie, ja. Goed, lopen we nog even naar de andere trap toe. Hier tegenover. Denkt u zelf er wel eens over na wat u wil als u overlijdt? Ja, maar dat weet ik, ben ik nog niet uit. Ik denk nu wel weer crematie. Ja, ik heb het wel gedaan. Mijn man wil wel gecremeerd. Waarom cremeren? Nou, we zien nu wel dat je met familie bij een graf hebt, dat je eigenlijk heel weinig komt. Nou, ik denk, dan wil ik ook de familie niet opzalden met deze iedere keer dat het graf moet of zo. Met zo'n plek waar je dan heen moet? Ja, zeg maar. Dat... Ik heb altijd gezegd, als het winter is, dan wil ik wel gecremeerd worden. En zomers is het hopelijk mooi weer en dan wil ik wel begraven worden. Oké. En is dat dan lastig om erover te praten? Of, nee. Want weet u van elkaar wat u wil? Ja. Ja, dat weet u, maar ook van hoe dan zo'n uitvaart moet zijn. Oh, we hebben al liedjes uitgezocht. Ja, maar dat verandert wel eens. Dat hoor ik weer een mooi liedje op te rijden. Ja, die wil ik ook wel. Die wil ik ook wel. Dan wordt het nog drukker. Ja, maar we houden het op de eerste liedjes die je had uitgezocht. Ja. Maar dan kom je op 20 liedjes uit. Dat is een beetje fel. Ook bij ons komt de vraag wel binnen van... Ja, wij willen wel op het oosten begraven. Dus hebben wij zelf ook een deel ontwikkeld op de begraafplaats. Of eigenlijk gecreëerd. Om ook aan die wensen te kunnen voldoen. Inmiddels ligt daar de eerste begraven. En de ouders hebben daar een plekje naast staan gereserveerd. Wij willen graag, niet alleen wij, maar ik denk alle uitvaartorganisaties... willen graag alles vertellen. En zodat het bij de mensen ook gewoon wordt. Nou, we zijn hier op het nieuwe strooiveld voor ons. Hier mogen de mensen nabestaanden zelf kiezen een plekje uitzoeken om te gaan verstrooien. Jij hebt wel helemaal uitgeschreven wat je wil dan? Of, Ja, ik heb mijn uitvaart van A tot Z opgeschreven. 5 februari heb ik een hartinfarct gehad en toen heb ik hem aangepast. Ik stond met 1 been letterlijk in mijn graf. Maar ik heb hem toch aangepast omdat je dan toch weer anders gaat denken. Ja. Maar in grote lijnen staat mijn uitvaart gewoon op papier. Ja, en dat zou eigenlijk toch iedereen een beetje moeten doen. Ja, ik zou het zeker, en misschien niet zo uitgebreid als dat ik heb, want ik ben erg misschien daar extreem in, maar mensen, zet alsjeblieft de dingen op papier. Zorg dat je nabestaanden weten wat je wensen zijn. Zodat ze niet invullingen hoeven te gaan maken die misschien niet correct zijn. Want ook de nabestaanden moeten na een uitvaart verder. En het een plekje kunnen geven, voor zover dat mogelijk is. Maar dan wel met de keuzes die de overledene graag wilden.